Mickey Hoogendijk is een creatieve duizendpoot. Zo word ik vaak omschreven en misschien heeft men daar ook wel gelijk in. In de jaren 90 begon ik te werken met mijn toenmalige echtgenoot Rob Scholten in Japan. Wij werkten daar aan de grootste wandschildering van de vorige eeuw, Apprenons le Déluge, een wandschildering van 1200 vierkante meter. Ik gaf leiding aan 15 internationale schildersassistenten en probeerde te overleven in de Japanse bedrijfsstructuur. En dat is best lastig. Als je bedenkt dat het woord ik daar eigenlijk niet bestaat en het woord nee al helemaal niet. Apprenons le Déluge is nu dagelijks te bezichtigen voor duizenden bezoekers per dag in Nagasaki Holland Village, Japan. Na dit avontuur ontwikkelde ik me als actrice en presentatrice. Het grote avontuur lag natuurlijk in de Verenigde Staten en daarom vertrok ik naar Los Angeles om daar 3 jaar method acting te studeren bij een van de grote meesters, Eric Morse. Hoe overleef je in de vrij platte wereld van Los Angeles, waar een enorme concurrentie is, en hoe behoud je je Hollandse nuchterheid, terwijl je je dromen waar wilt maken? Ondertussen ben ik 8 jaar creatief directeur en adviseur van de inmiddels befaamde Superclub. De Superclub heeft vestigingen in Amsterdam, Rome, San Francisco en Istanbul en heeft plannen om de komende jaren open te gaan in Londen, New York, Los Angeles en Singapore. Mijn belangrijkste werkzaamheden voor de Superclub zijn de stijlbewaking. Hoe bewaar je het unieke concept en hoe zorg je ervoor dat het concept in al die verschillende landen met hun verschillende culturen en normen en waarden gelijk blijft aan de pijlers en belangrijkste punten van jouw bedrijf? En hoe zorg je ervoor dat de mensen die in het bedrijf werken iedere dag weer creatief nieuwe dingen verzinnen? Al deze creatieve ervaringen hebben inmiddels geleid tot mijn creatieve duizendpoot zijn. Actrice, presentatrice, model, columniste en dus ook creatief directeur van nu inmiddels mijn eigen bureau IQ Creators, wat ik samen oprichtte met de eigenaar van de Superclub, Bert van der Leden. IQ Creators verzorgt evenementen die Superclub, Envy, Vine en Nomads, andere restaurants van hen, overstijgen en proberen op een zo bijzondere, creatieve en exclusieve manier evenementen te organiseren voor de zakenwereld. Kunst is de rode draad in mijn leven. En voor mijn presentaties voor het Sprekersplatform wil ik u graag uitnodigen om eens op een andere manier naar uw bedrijf te kijken. Interactie is mijn motto. Bedenk eens een nieuwe formule voor uw bedrijf. Probeer het eens een keer van een hele andere kant te bekijken. Dit kan heel extreem of heel minimalistisch, zoals bijvoorbeeld Andy Warhol naar zijn kunst keek. Ik nodig u uit om samen met uw werknemers, maar ook directie aanwezig te zijn en met mij die ervaring te delen en ook een aantal opdrachten uit te voeren. Wie weet kunt u via de creatieve kant van denken op dingen komen die best wel eens bruikbaar zouden kunnen zijn voor uw bedrijf. Ik hoop u en uw bedrijf met deze creativiteit te kunnen inspireren.